De deal is rond. Schiphol en de Parijse luchthaven Charles de Gaulle gaan samen inkopen doen in China. Op het boodschappenlijstje van Nederland staan 64 nieuwe passagiersbruggen. Passagiersbruggen zijn duur en samen ben je dus voordeliger uit. In Parijs waren alle partijen aanwezig voor de feestelijke ondertekening van het contract. Het bijzondere daarvan is dat dit een contract is wat voortvloeit uit de samenwerking met Aéroports de Paris. Waarin we hebben geprobeerd, en niet alleen geprobeerd, maar daar ook nog in zijn geslaagd, om onze productspecificaties op elkaar af te stemmen. Zodat we daarmee een groter inkoopvolume hebben en daardoor een betere prijs kunnen bedingen bij deze Chinese leverancier. It is a success for our team because you cannot imagine there are many, many difficulties to organize such a common contract. So for our two teams, it's a great deal of success. En wat dat betreft ben ik best wel trots op dit moment nu, omdat dit een van die zichtbare voordelen is van de hublink die we 2 jaar geleden begonnen zijn. Een passagiersbrug is de verbinding tussen luchthaven en vliegtuig. Elke dag lopen hier duizenden passagiers overheen. In 2009 is vastgesteld dat op Schiphol 64 bruggen op termijn moeten worden vervangen. Vanaf nu zullen er elk jaar 5 nieuwe worden geplaatst. Het Chinese bedrijf dat de opdracht heeft binnengehaald reageerde verrast toen ze hoorden aan welke eis een Nederlandse brug moet voldoen. From the Dutch customer, which is really special because they're asking a bigger dimension of the we expect. Maybe they were asked for a bigger dimension of the bridge tunnel because of the height, because the Dutch people, they are the tallest people in the world. Voor Schiphol smaakt de samenwerking met Parijs naar meer. Dat betekent dat we goed oog moeten hebben op elkaars eisen. En het is dus niet denken van ja, mijn eisen zijn het beste en de ander moet zich maar aanpassen. Maar goed naar elkaar luisteren en ervoor zorgen dat er niet een consensus uitkomt, maar dat we gewoon het beste eisenpakket krijgen en daarmee de markt op kunnen en daarmee weer die voordelen kunnen creëren.